weekend. We hebben op zich niet bijzonder veel gereden met z'n allen. Maar goed, gelukkig is alles redelijk tot heel goed verlopen. Een paar kleine dingetjes na aan de rijders. André, ik wil nog even bedanken voor het doorgeven van de informatie tijdens de kabelbeurs. Dat zijn ze. Dick Hendricks. Afgelopen week samen met Dick Hendricks een licentie pas gehaald. Dus überhaupt voor prestatie dat ze de auto gewoon schadevrij binnengebracht heeft. Ja! Gisteren even stress om los te kunnen laten rijden de derde race, maar vooruit, gelukkig. De 14e plaats is eindig. Ruud de Jong. Ruud had ongetwijfeld wat hoger kunnen eindigen, maar ja, het ging regenen. Ja, nou. Op de 13e plaats, Gérard Morin. Gérard was helaas de laatste race iets ongelukkig door een man van de partij. Ja. En Vikas. Ik rij Vikas vandaag. Jongens, binnenkort een auto erbij. Spreek je sponsor aan. Goed zo. En dan komt het goed. Ja. Dank u wel. Nee. Moet ik erbij zeggen dat Mies Paolo zo meteen... Mies! 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 Martin, Paolo en Mies hadden allemaal dezelfde punten. De thuiskwalificatie was bepalend en die was in dezelfde volgorde. Dank u. Dank je wel. Had hij de rollator aardig aan het lopen had? Ik denk dat hij het ook al kon, dat had hij trouwens gisteren ook al. Michel Scha! Michel heeft een groot aantal rijders binnen de club aan een licentie geholpen, waarvoor nogmaals dank. Ik wil u op de star wensen. Best wil natuurlijk dat ik deze kans ga. Zoen, nee! John was eigenlijk de verrassing van het weekend, vond ik. Zeg niet zoveel. Eigenlijk een basic setup en het doet het gewoon. Gaat zitten en doet het gewoon. Ja, super. Ja, er was er één gewoon niet te kloppen. Dat was de plaatsvervanger van Tim Rox. Die heeft dit weekend in de top 4 uit. Goed zo.
Dank u. Oh, die schaal ook. Die schaal ook. Maar hij gaat ook kijken. Die schaal ook. Die photoshoppen we er later al in. Oké. Dank u. En de team tomorrow. Het is de 50 plus. Nou, het was dus een rollover-klap, maar het is inmiddels een lovers-klap geworden. En ik heb ook inmiddels begrepen dat de rollator vervangen moest worden met een V-tekendag. Dat zijn prijzen die we gaan overdragen weer bij de volgende race. De eerste prijs die we willen weggeven, dat is de Pechtold-prijs. Ook zijn eigen auto heeft samengesteld, gebouwd heeft dus. Alleen ja, deze was wel vergeten, motor of olie in de versnellingsbak te stoppen. Dat is toch een prijs. En die mochten alleen de dames beslissen. De dames hebben besloten wie eigenlijk de ladies first choice zou worden. Maar goed dat ik niet heb mogen kiezen. Dames hebben echt goed besloten en dat is geworden de heer Dick Hendricks.